Dames en heren, voor de aftrap willen wij graag 1 minuut stilte houden. Afgelopen donderdag is de vader van de reservedoelman van Sportlust 46, de vader van Roy Renteltap, overleden. En ook de minuut stilte voor de overleden oudspeler op 72-jarige leeftijd is deze week overleden, Nico Kroon. Als u in de gelegenheid bent, kunt u even gaan staan. Dank u wel.
In de 10e minuut komt Urk op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken, Hessel Slok. Thank you.
Oh!
In het elftal van Urk heeft Jan Ras het veld verlaten. Hij wordt vervangen door Johannes Schrijver, speelt onder rugnummer 18.
Thank you.
In het elftal van Sportlust 46 verlaat Abdel Metalsi het veld. Hij wordt vervangen door Juri Duisterhof, speelt onder rug nummer 3. Come on.
Sponsor van vandaag is No Milk Today. De perfecte match tussen topfunctie en top.
Aan het begin van de tweede helft komt Joshua Patrick bij Sportlust 46 in het veld. Hij speelt onder rug nummer 15. Hij vervangt de Kesley Den Haag die achtergebleven is in de kleedkamer. Komt Urk op een 3-0 voorsprong. Doelpunt te maken, Lucas Straal. Yeah.
Thank you.
blik weer. Thank you.
In het elftal van Sportlust 46 verlaat Rival Shekli het veld, eveneens Remco de Weert. Zij worden vervangen door Floris Mulder, spelend onder rug nummer 4, en Marley Bergfens, spelend onder rug nummer 19. En bij Urk verlaat Joël Tol het veld. Hij wordt vervangen door Klaas Rompus, die speelt onder rug nummer 19. Thank you.
Help me to stand.
Elftal van Urk verlaat Lucas Schraal het veld. Hij wordt vervangen door Jelle de Boer, speelt onder rug nummer 9. Thank you.
In het elftal van Sportlust 46 verlaat Zakaria Izati het veld. Hij wordt vervangen door Aaron Schieders, speelt onder rug nummer 12.
Wij feliciteren de spelers en de technische staf van SV Urk met deze 3-0 overwinning.
Check, 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 check. Hey. In de eerste helft wisten ze geen raad. Met die druk van jullie. Hè? Wat zeg je? Gelijk starten? Oké. Okay. Ja, Gert-Jan, wat een mooie overwinning tegen Sportlus 46, een van de kampioenskandidaten. Ja, vooral een goede punt. Ik vond geen mooie overwinning, ik vond geen goede wedstrijd. Maakte wel twee goede goals. En maar ja, na de rust gelijk de eerste diepe bal was raak. Mooie steekbal. Ik denk dat Joël zijn broertje aanspeelde op links en die stak hem mooi op Lucas in de ruimte. Ja, daarna, als we iets rustiger zijn, krijg je nog 5-6 van dat soort kansen. En dat doen we niet. En daarna hadden hun wel wat dreiging. Want je zei geen goede wedstrijd. Als ik even de wedstrijd in twee helften uit elkaar haal. De eerste helft, dat was toch de wedstrijd waar Urk duidelijk de bovenliggende partij was. En Sportlust geen raad wist met die hoge druk die jullie zetten. Achterin waren ze erg onzeker. Ja, maar ja. Toch vond ik het geen goede wedstrijd van ons. Ik heb ons beter zien spelen. Ik vond wel dat we terecht voor stonden in de eerste helft. Ja, na de 3-0 hebben we gewoon niet goed uitgevoetbald. Maar oké, een keer de 0. Eerste keer dit seizoen. Een paar keer geluk met buitenspel. Twee goaltjes afgekubben. Dus het zat er vandaag ook eindelijk eens een keer mee. Ik begrijp dat ze wel echt buitenspel waren. Dus dan is het ook wel terecht. Maar toch, hè, we hebben dit seizoen ook wel eens anders gesproken. Ja, weet je, we hadden die puntjes gewoon even een keer nodig. Ook de beloning voor het harde werken, voor het spel, voor de intentie. Want de intentie was wel om hoog druk te spelen en aanvallend te spelen. Ja, ik vond er vandaag niet echt uitkomen. Dat kan een keer. Maar dan vergoeden de punten heel veel. Daarom. En dan is het op naar de volgende wedstrijd in Harderwijk. VVOG. Ja, ook altijd een wat beladen wedstrijd. Hè? Urk-VVOG. Denk je er al aan? Of zeg je van, dat is nog even ver weg? Nou, toevallig denk ik eraan. Omdat ik met oud VVOG A1, waar ik ooit trainer was in 2002, geloof ik, na afloop geëten met een heel aantal van dat soort spelers. Die waren toen 16 en die zijn nu allemaal vader. Dus ik ben benieuwd wat dat wordt. Maar die wedstrijd denk ik nog niet aan. Nee. We gaan eerst gewoon even dinsdag en donderdag trainen. En dan donderdag zal de blik op VVG zitten. Maar we gaan nou eerst gewoon. We hebben weer shuttle run testen te gaan. Wegingen. Dus de fysieke fitheid die kan volgens mij nog wel wat beter bij sommige heren. Dus nee, de focus ligt gewoon eerst nog op onszelf. En vanaf woensdag donderdag gaan we naar de wijk kijken. Tot slot over fitheid. Ja, Jan Ras, blessure. Heb je een zicht of is het nog even allemaal wat onzeker? Nou, ik heb de hele tweede helft weinig zicht gehad, maar Jan Ras die is een paar weken uit. Ik denk een enkel band. Zo. Nou, in ieder geval wens hem succes met zijn herstel. En jij een goede voorbereiding op het wedstrijd tegen VVOG. Dankjewel en een fijn weekend verder. Dankjewel, Gert-Jan. Alsjeblieft.